leukste onderdeel is natuurlijk de cross. De mensen die langs de kant staan en juichen. En natuurlijk, je leeft er heel de week naartoe. Je loopt heel de week op die cross. Ik kon vannacht bijna al niet meer slapen. Soms vraag je af waarom doe ik dit, maar dan weet je weer als je over de finish komt. De kick, denk ik. De kick. Ja, het is natuurlijk heel veel volk nou hier. Er is ontzettend veel publiek. En de Fransen zijn enorm chauvinistisch. Als er een Fransman rijdt, nou, dan schreeuwen ze en dan gillen ze. Het is wel een apart sfeertje hier. Dus het is wel echt kampioenschap, echt Europees kampioenschap. Hier lijkt het wel de Franse slag in het kwadraat, maar dan naar de goede kant. Want alles is dubbel gecheckt en wordt dubbel bewaakt. En ze zijn heel consequent in het uitvoeren van hun taken. En dat valt me reuze mee. Ik ben zelf ook eventingruiter en ik train bij RAF. En uiteraard ben ik daarom hier om hem natuurlijk te supporteren. Je strijdt natuurlijk ook voor je land. Niet alleen individueel, maar echt wel voor het team. En dat versterkt uiteraard die teamgeest enorm. Ja, en daardoor zeker een goede sfeer. En prachtig weer, dus kan niet missen. En mooie sport.